Nee, die ken ik niet. Dingen gaan soms niet als je, zoals je ze. Dingen gaan soms niet zoals je ze plant. Nou, mijn stem is wat minder goed dan dat ik gehoopt had. Het is 13 december 2022, rond het middaguur. En ik ben gisteravond en vanochtend gewoon druk geweest. Geen tijd om de uitzending af te maken. Ik moet wat kortere uitzendingen inspreken, want deze is ook weer 25 minuten. En dat kost heel veel nabewerkingstijd, want ik verspreek me soms, dat moet eruit. En ik moet sowieso de hele uitzending beluisteren voordat die eruit gaat. En ja, bij een half uur ben je er toch al snel anderhalf uur mee bezig om dat goed te krijgen. Dus ja, ik zal me wat moeten beperken met mijn breedsprakigheid. Maar aan de andere kant, die lange uitzendingen zijn ook wel leuk. Als ze zo lang blijven, dan wordt het om de dag. Dat kan niet anders. De Daily Minutes van vandaag dus. Nou ja, gisteren? Of zoiets. Daily Minutes kerstvakantie specials. This is the BBC, with the Daily Minutes podcast. Oh no, it isn't. I mean, this is the Daily Minutes podcast. This is, however, not the BBC. Het is 12 december 2022. Dit is het bulletin van maandag. Ja, en elke dag. Toen sloeg ik er eentje over. Ik ben al vanaf half vorige week dat ik... Ja, ik ben niet echt ziek, maar dat ik toch een beetje gammeltjes ben. Nou, gisteren was dat zondag, dus de 11e, was dat zodanig dat ik niet aan een podcast of wat anders ook toegekomen ben. Ik heb de hele dag lopen lummelen en een deel geslapen. En vervolgens ben ik eigenlijk begin van de avond in slaap gevallen. Dat zodanig dat ik om 2:30 wakker werd vannacht. En ja, het is nu, even kijken hoor, het is 20 voor 6, 5:40 ruim. Dus het is heel vroeg, maar ik ben heel goed bij stem en ik voel me nog een beetje, ik heb een heel klein beetje een houten hoofd, zeg maar, een begin van hoofdpijn, maar het is eigenlijk wel grotendeels over. De koffie smaakt me weer, want dat was eigenlijk wel, ik heb gisteren nauwelijks koffie gedronken, ja, dat leidt ook tot hoofdpijn, want je moet toch wel je cafeïne binnenkrijgen, anders dan... Nou ja, het is een bekend fenomeen dat mensen die op het kantoor veel koffie drinken of op het werk, dat die in het weekend vaak hoofdpijn hebben door een gebrek aan cafeïne. Maar in ieder geval, gisteren stond het hoofd er niet naar om een podcast te maken, ondanks dat ik die van de eerstvolgende twee, ik heb er twee op reserve, die heb ik al ingesproken, maar dat gaat niet werken. Dus ik heb er één overgeslagen en deze die gaat vandaag online. Wanneer weet ik nog niet, maar in ieder geval ergens gedurende de dag, afhankelijk van werk en andere zaken. Het wordt een interessante, het is een podcast over de zendhobby en computers en de wisselwerking daartussen. Wat ik trouwens beoog met deze podcast is om ze niet te diep op de techniek te laten ingaan. Het is voor een breed publiek. Misschien zijn er wel mensen die geïnteresseerd zijn in die rare radiohobby, die op deze manier wat meer informatie erover krijgen. Maar in ieder geval, het is niet de bedoeling om heel diep op de techniek in te gaan. Het is mensen een beetje kennis te laten maken met aspecten van de zendhobby die ze misschien nog niet kennen. Mijn stoel kraakt. Ja, gaan we nu verder met de opname die ik 3 dagen geleden al gemaakt heb hiervoor. Opgenomen 9 december. Ja, mijn stem is niet helemaal in orde, geloof ik. Tenminste, 1 of 2 uur geleden was dat zo. Het klinkt nu vrij aardig, dus ik hoop dat hij goed blijft. Misschien moet ik tussendoor even wat stemoefeningen doen om het allemaal weer op niveau te krijgen. Maar nou, het valt niet tegen. Over de zendhobby en computers. Ja, dat is een verhaal van... Wat tegenstrijdigheden door de jaren heen. Tegenwoordig is de computer zo met de radiohobby verweven. Ook al doordat het SDR er gekomen is en eigenlijk onlosmakelijk verbonden is geraakt. De computer daardoor onlosmakelijk verbonden is geraakt met de radiohobby. Je kunt dat tegenwoordig niet meer loszien. Maar lange tijd was dat anders. Ik heb in de jaren 80... en 90 toch wel meerdere keren, zelfs van enkele keer van iemand van AT gehoord, toen nog RCD uiteraard,
dat zendhobby en de computer toch twee afzonderlijke hobby's waren. En dat nadat in eerste instantie de computers aan de microfoon gekoppeld mochten worden, dat het toch eigenlijk maar weer zo was dat ieder zijn eigen weg. Ieder zijn eigen weg zou moeten gaan. En een uitspraak uit die tijd was dat de dag van de radioamateur, dat was iets voor de zendamateurs. En de HCC-dagen, ja, daar konden de computerliefhebbers zich uitleven. In principe was de eerste modulatiesoort van de zendhobby morsen, is in principe een digitale mode. Je kunt dat linksom of rechtsom niet anders verkopen dan dat dat een digitale mode is. Computers waren er toen nog niet. Dat iets over de komst van de computer. Computers waren er wel heel experimenteel. En voor clubs en landen die dat konden betalen, waren ze er in de jaren 40 al. Ik bedoel, Enigma is gekraakt door middel van de eerste eenvoudige computers. En ook daarvoor waren er al concepten en ook al uitgewerkte ideeën. De tijd daarna, toen ik heb er ook nog wel eens lezingen over gehoord van mensen die erbij betrokken waren. Maar in de tijd daarna kreeg je computers die met relais werkten. En daarna met buizen. Ik weet dat het bij de Veron-afdeling hier een keer iemand was. En volgens mij was dat een amateur die later op Packet actief was. Maar dat weet ik niet meer zeker. En hij leeft niet meer, dus ik kan het hem niet meer vragen. Maar die hield toen een lezing over de begintijden van de computers in Nederland. En ik meen dat hij bij IBM werkte, maar het kan ook bij een ander bedrijf zijn. En dat waren computers die nog met relais werkten. En het gebouw waar die computers stonden, dat was in Den Haag. Het zou misschien iets met de overheid te maken gehad hebben, weet ik niet. Maar in ieder geval, die computers stonden daar opgesteld. En ze kregen dus die computer. Ze kregen niet voor elkaar dat die lange tijd fouten vrij werkte. Tegenwoordig is het natuurlijk essentieel dat er geen fouten optreden. Maar voortdurend waren er met die computer problemen. En op een gegeven moment was er een van die mannen en die zei van, nou, laten we een paar deuren verder gaan kijken. Daar zat de NVSH, die zich dus later afvroegen wat die mannen in dat saaie kantoor en verderop, en met die daar met machines experimenteren, wat die met die vele honderden condooms aan moesten. Maar als je die om de relais heen deed, dan bleken die relais veel betrouwbaarder te werken. En dus deden ze dat op die manier. Het mocht een beetje kosten. Hoewel condooms niet zo duur zijn, maar er zaten toch al vaak een paar duizend relais in zo'n apparaat. En dan kan het behoorlijk in de papieren lopen. Erg leuk dat verhaal. Ik ben dat nooit vergeten, want ik vond dat zo fantastisch. Dus ja, dat waren de eerste computers. De eerste keer dat ik zelf met computers in aanraking kwam, dat moet rond 1978 geweest zijn. Je had toen van die HP programmeerbare rekenmachines. Overigens, die kende ik al. Want ik had een natuurkundeleraar. En die was die kende ook Griet Titula wel van het werk. Die had voor de NASA had hij maanstenen geanalyseerd. En daar had hij zo'n Hewlett & Packard ding met, volgens mij al met kaartjes, met magneetkaartjes gekocht. Dat was toen heel bijzonder. En de leerlingen mochten wel eens met die rekenmachine experimenteren. En die HP-dingen hadden in die tijd een vrij ongebruikelijke manier van programmeren en van invoeren. In elk geval, dat was al programmeerbaar enigszins. En vervolgens in 78 kreeg ik er zelf een waar je niks mee kon opslaan. Dus als je er een spelletje in geklopt had, een heel eenvoudig spelletje natuurlijk, dan moest dat handmatig. En als je dan wat anders wilde, ja, dan moest dat spelletje er weer uit. En dan moest je toch maar weer zien dat je dat foutloos er opnieuw ingeklopt kreeg. Eén programma kon erin. Later heb ik er nog één gehad waar volgens mij wat uitgebreider was. En ja, toen vervolgens in 1980, het was de tijd dat ik ook volop in HF, op HF actief was. Dat was de tijd dat ik heel veel korte golfcursus maakte. Ook, ik had een goede antenne toen en een goede installatie, dus ik deed het heel veel. Maar in die tijd kocht ik een TRS-80, omdat ik vond dat interessant was. En er waren bij mij in de plaats waren al een tijdje mensen bezig met een NASCOM. Dat was een bouwpakket computer. Die zaten daar veelvuldig via 2 meter op 144. Ja, ergens bovenin. Zaten die dag in dag uit over de QSO, over die programma's. En dat het dan niet werkte of wel werkte. En ze hielpen elkaar en hoe ze dat oplosten. Nou, was echt fantastisch. Maar ik kocht een TRS-80 die heel wat minder experimenteel was. Dat was toch eigenlijk wel een kantoormachine. Voordat de IBM's de grote standaard werden. Die TRS-80 was toch eigenlijk wel een krakkemikkig product. Ik bedoel, tegenwoordig zou je dat niet meer accepteren als zoiets te koop was. Ik weet dat QST
En natuurlijk, toen was het innovatief en het was helemaal fantastisch, vond ik het. Maar QST publiceerde in die jaren een keer een plaatje waarbij er een mobielspriet naast een TRS-80 gezet werd. En er werd berekend dat het toch minimaal 1 watt hoogfrequent uit dat ding kwam, zelfs zonder dat er een antenne aan zat. Dus, en dat was zo. Ik kreeg het wel voor elkaar door met aardpunten te klooien en die op de verwarming te prikken op bepaalde punten en dan weer op een ander punt als het weer niet werkte. Om het ding dan toch zo te maken dat hij op de korte golf niet al te veel storing gaf. Dat was ook wel handig, want ik had er later een telexprogramma voor en een morseprogramma. Maar het was ook aan de andere richting was het niet een fantastisch product. Want ik had een bepaald bureaulampje en daar zat zo'n ouderwetse drukschakelaartje op. En dat denderde een beetje. En als ik die lamp inschakelde, dan rebootte dus die TRS-80. Wat heel vervelend was als ik met Telex bezig was. Want de programma's die laadde je toen nog met cassettebandjes in. En als ik in een telescuur zo zat en het programma was ineens weg, ja, dan duurde het 5-6 minuten als het in één keer lukte om dat programma opnieuw geladen te krijgen. Dus, oh. Dus dat waren experimentele tijden. En zo kom ik dus met de computer in aanraking als centamateur. Daarna besloot ik zelf dat het wel ook leuk zou zijn om dat ding op de zender aan te sluiten. Maar ik ben altijd nogal gezagsgetrouw geweest op een korte periode na. Ik heb wel eens wat met zendvermogen gedaan wat niet helemaal netjes was. Maar voor de rest ben ik eigenlijk wel vaak heel netjes geweest daarin. Dus ik vond ook eigenlijk dat ik niet zomaar die computer aan de zender moest knopen. Maar dat ik er ook vergunning voor moest vragen. En ik vond het dan ook wel weer leuk als ik een vergunning erbij had voor zoiets. En ik had op een gegeven moment een keer als grap. Nee, half serieus had ik een vergunning aangevraagd voor het ponsbandalfabet. Het ponsbandalfabet, dat is in feite was dat een gecodeerde uitzending, zoals die toen niet toegestaan was. En ik vroeg ook nog een paar andere vergunningen aan voor fax en nog wat zaken. Maar in ieder geval, dat ponsbandalfabet, daar werden dus in de vorm van de gaatjes werden de letters in het ponsband geschreven. Ja, in feite mocht dat niet. Dus ik vond dat ik dat moest aanvragen. Ja, toen hadden ze zoveel humor bij de RCD destijds. Ik weet niet of dat nog in Den Haag was, maar het is lang geleden. In ieder geval kreeg ik die vergunning, dus dat was ook wel uniek. Maar ik vond het dus van die computer wel belangrijk. En ik vroeg dus aan of ik niet met de basic code, waar Hobbyscope toen al mee bezig was, vergunning ervoor kon krijgen. Om het dan op de zender aan te sluiten. En toen zeiden ze van nou nee, we gaan daarmee bezig. Maar u krijgt er niet meteen. En toen gingen ze dat onderzoeken. En uiteindelijk kwam daar een heel ruimhartige regeling uit. Namelijk dat je willekeurig welke computer ook aan de zender mocht knopen. En dan die programma's mocht uitwisselen via de zender. Nou, dat leidde meteen tot grote commotie. Maar er waren allemaal mensen die het er niet mee eens waren. En op het moment dat je dan een programma uitzond, dan was er altijd wel, of altijd, maar vaak was er wel een die even kort de microfoon aantikte. En ja, als dat dan onderweg misging, dan moest je opnieuw. Want dan kon je dat niet met de spullen in de tijd. Later had je programma's die dat in sectoren op. Zoals de BBC-computer en de Acorn Atom. Die sloegen op cassettebandjes dat in sectoren op. Met elke keer een header ervoor. En als je dan één sector gemist had, dan hoefde je alleen een stukje met die gemiste sector opnieuw af te spelen. Om het alsnog goed te krijgen. Maar bij die eerdere programma's was dat niet zo. Dat moest in één keer goed zijn, anders dan kon je het vergeten. Het mooie was dus dat die vergunning die kwam. En omdat ik de eerste aanvrager was, nou, u krijgt officieel, wij willen u of graag officieel de eerste vergunning geven. Maar wat gebeurde er vervolgens? Ze zouden mij op een bepaalde dag die vergunning geven. Dat was al min of meer afgesproken. En niet dat ze die officieel overhandigden, maar die zal dan per post komen. Maar er was kennelijk een andere medewerker die dacht van, oh, die stapel die ligt hier, die kan er gewoon uit. Dus vervolgens kreeg iedereen de vergunning al. En ik had die van mij nog niet. Terwijl ik officieel de eerste. Ja, maar u krijgt wel officieel de eerste. Ja, maar iedereen zit al te zenden. En ik was dan weer zo braaf dat ik daar dan nog niet mee begon ook. Nou ja, uiteindelijk een paar dagen later kreeg ik die vergunning alsnog in huis. Maar dat was, ik vond het wel leuk dat ik als aanvrager de eerste kreeg. Maar dat ik dan moest wachten. Ja, ik heb daar nog een leuke anekdote over. Er was een amateur, later PA3-BCC. En die slaagde voor zijn. Ik weet niet of dat nou zijn C was of voor zijn A. Maar in ieder geval, er waren toen behoorlijk veel mensen die op examen gingen. Dus dat was best wel heel veel. En die zei van ja, ik dien hem nog niet in. Want je moest dan, als je geslaagd was, moest je ook nog zelf je call aanvragen, je vergunning. En hij zei, ik dien hem nog niet. Ik zei, je moet gewoon meteen indienen. Dus de eerder heb je. Nee, zat hij, wacht maar. En hij diende hem dus na 3 weken in. En hij zei, ja, zegt hij, het is altijd een systeem van first in,
last out. Dus als je als eerste je aanvraag indient, dan komt hij onder op de stapel te liggen. En jawel hoor, hij kreeg als een van de eerste, terwijl hij als laatste zijn aanvraag ingediend had, ongetwijfeld na 3 weken, kreeg hij, en hij had ook nog goed getimed dat het 3 weken was kennelijk. Maar in ieder geval, hij kreeg dus als eerste zijn vergunning. Dus dat was geweldig dat dat lukte. Goed, het heeft niet zoveel met computers te maken. Maar nou goed, dat heb ik dus een tijdje zo gebruikt. Dat raakte toch ook alweer uit de mode. En die vergunningen waren ook niet oneindig geldig. Dus ik denk dat je die wel kon verlengen, maar dat het uiteindelijk toch afgelopen was. Ik ben daarna, een paar jaar later, ben ik met Packard begonnen. Je kon toen via het servicebureau van de vereniging kon je een TNC kopen. Dat is een Terminal Node Controller. Dat ding dat heette de DTNC1. Dus er zijn vast wel mensen die dat zich herinneren. Dat was een bouwpakket met, ik meen een 8086 of een 8084 processor erin. En 16K RAM-geheugen, iets dergelijks. Maar het leuke ervan was dat ten opzichte van de huidige packet kon je daar verduiveld veel aan instellen. Je kon jezelf ook voorrang geven door de timings gewoon heel kort te zetten. Dan kom je er altijd door ten koste van de anderen. En dan, sommigen waren slim genoeg om dat op te merken. Die zeiden gewoon, ja, maar je moet die timings terugzetten. Maar ik vond het juist wel leuk. En je kon met dat ding ook kon je hele ketens van verbindingen maken. Dus je kon niet alleen gewoon ad hoc dingen doen, maar je kon ook echt bewust hele schakelingen maken. Dus dan ging je van amateur van hier naar een amateur in België en dan vervolgens naar een amateur in Frankrijk. En zo kon je dan zo'n hele keten maken van maximaal 7, geloof ik, of maximaal 20, ik weet het niet meer, maar in ieder geval een bepaald maximaal aantal stations. En dat kon je dan aan elkaar linken. Nou, ik zie dat bij de huidige packet programma's niet, dat zal vast al gewoon kunnen, maar misschien ook wel niet om misbruik te voorkomen. Maar dat kon toen in elk geval wel. En dat was leuk, want daar kreeg je genoeg. Ik deed toen ook een cursus netwerkbeheer. Dus ik kon dat ook meteen in de praktijk brengen. Dus dat was wel heel erg zinvol. Maar ik had er toch al vrij snel mee uitgekeken hoor, met Packard. Niet vanwege de snelheden of zo, maar ik had toen ook wel weinig tijd. En op een gegeven moment raakte dat in de versukkeling. Ik heb hem nog, die DTNC1, ergens. Dus ik zou hem nog kunnen gebruiken. Ja, tegenwoordig gebruik je Direwolf of een vergelijkbaar programma. Ik geloof dat Direwolf en nog een paar andere nu de standaard zijn. Ja, dus, maar ja goed, je kunt die computer ook voor andere dingen gebruiken. Bijvoorbeeld om te loggen bij contesten en dat soort dingen. Nou ja, al snel waren er heel veel meer toepassingen voor de computer. Toepassingen die vaak ook in de rest van de maatschappij wel gangbaar waren. Mijn eerste amateurapparaat dat met een computer bestuurd werd, dat was volgens mij een FT204. Maar het kan wel zijn dat ik me in het type nummer vergis. Dat was een porto van Jesu. Ja, FT zegt dat al natuurlijk. En daar zat een 4-bit microprocessor in. Een 4-bit microbesturing die stuurde een display aan. Dus eigenlijk, ik heb hem later verkocht. Maar het was eigenlijk toch niet een fantastisch product. Dat ding had wel een aantal makkers hoor. Jongen. Ik kon op Tiltra. Ik had dus een versie die officieel een Europese versie was. Maar als je de knop bij het inschakelen, geloof ik, als je die wat liet denderen, dus als je die niet helemaal snel genoeg inschakelde, dan denderde die wel eens. En dan kreeg je ineens een display met 1 cijfer minder. En dan was het een Amerikaanse versie met een 20 kHz raster in plaats van 12,5. En dan ging die ook tot 148 ineens. Dus dat soort dingen, dat was gewoon tegenwoordig, kom je dat soort dingen niet tegen bij apparatuur. Ook niet dat bureaulampje bij de TRS-80 waar ik over vertelde. Maar dat was bij dit ding toch nog wel problematisch. Waar ik vrij snel de computer voor inzette, dat was amateurtelevisie. Ik denk dat ik vanaf 1981 of misschien 82 met amateurtelevisie in de lucht ben geweest. Dus ik herinner me dat als heel intensief. Terwijl het helemaal niet zo'n lange periode was. Ik denk dat ik dat een jaar of 5 gedaan heb, maar misschien maar 4. Maar ik was 2 dagen per week met die zender in de lucht. Omdat best wel veel mensen. Ik was de enige met een zender lange tijd. En best wel veel mensen vonden het leuk om dat signaal op te pakken. Met 2 netkastjes soms. Dan werk je aan een tv direct. En ondanks dat het met tv een stuk minder ver gaat dan met FM. Kon je toch nog wel over een flinke afstand het signaal bekijken. Nou, mensen vonden dat geweldig. En al snel had ik wat niet mocht. Maar computerspelletjes die ik liet zien. Ik heb op een gegeven moment heb ik het zo gemaakt dat je via Telex kon je zetten van een schaakspel
intikken. En dan zag je op het beeld zag je dus van de TRS-80 het schaakbord. En dan zag je dus die set. Dus je kon met telers kon je dus tegen de computer schaken. Testbeeldgeneratoren gemaakt. Ook gewoon een grafisch programma. Dat gewoon ja, een soort testbeeld genereerde. Lange tijd was het allemaal maar heel simpel. Hè. Later had ik een fatsoenlijke computer met een Econ Atom was dat inderdaad. Een eenvoudige versie van de BBC computer. En die gaf een fatsoenlijk video uit. Dus dan kon ik veel beter testen of dat er goed doorheen kwam. Maar die computer die was heel welkom daarbij. Ja, als je tegenwoordig kijkt hoe het zit. Om naar de huidige tijd te gaan. Ik bedoel, er zitten twee Arduino's in mijn repeater. En tig Raspberry Pis. Dat was toen ik met Dista begon. In 2008 was dat nog heel anders. En dan moest je nog een laptop of een bureaucomputer permanent hebben aanstaan. Om zo'n repeater te runnen. Als daar computerfunctionaliteit in zat. Maar met de komst van dat soort kleine computertjes. Die vooral ook normaal gesproken heel goedkoop zijn. Dat was de Raspberry Pi. Kun je maar raak computers her en der in zo'n repeater inzetten. Hè? Dus dat is ook wel nieuw. En je kunt ook zo'n computer gebruiken als basis voor een transceiver. Zoals je vaak wel ziet dat met Arduino-achtige besturingscomputers gebeurt bij korte golftransceivers. Waar dan op die manier SSB gemaakt wordt. Dus ja, het heeft een grote vlucht genomen. Maar ik vind het wel grappig als je bedenkt dat toch de verschillende keren in die historie stromingen zijn geweest die de computer helemaal los wilden zien van de zendhobby. En zoiets hadden van ja, maar dat is toch wel heel verschillend. Terwijl je daar nu eigenlijk, ja, je kunt je er niet meer voorstellen. Ik bedoel, ieder apparaat wat je hebt, maar dat geldt natuurlijk niet alleen om zendapparaat, maar bij ieder apparaat is op zijn minst dat het display en de toetsen die worden uitgelezen, de bediening en eigenlijk alles, daar zijn intensief allerlei computerachtige zaken bij betrokken. En je kunt dat gewoon niet meer loszien. Hè? Dus dat is, dit is wel grappig. En dat het zover zou komen dat je componenten zou kunnen emuleren door middel van software, heeft lang geduurd voordat ik dat volledig inzag. Tegenwoordig, je kunt de meest fantastische filters maken, simpelweg door middel van software. En dat is toch wel een unicum. Hè? Ik bedoel, je kunt een theoretisch filter in een apparaat zetten wat je eigenlijk niet kunt maken. En er zijn allerlei dingen die met computers op hoogfrequent gebied veel beter gaan. Zoals bijvoorbeeld het gesynchroniseerd detecteren van een AM-signaal. Waarbij je dan de inhoud van de beide zijbanden, beide zijbanden worden uitgezonden. Dus je kunt daarmee ook weten of als die zijbanden niet gelijk zijn, dan klopt het niet. Hè? Dus daar kun je ook processen op loslaten, zodat de ontvangst enorm verbetert. Dus en dat zijn dingen dat gaat analoog bijna niet. Hè? Dat kun je maar moeizaam voor elkaar krijgen. Dus ja, het is de techniek neemt een grote vlucht, zeg maar. Het is heel interessant hoe dat gaat en hoe dat allemaal werkt. Ik denk dat de inzet van perifere computertjes, zoals de Arduino en de Raspberry, dat het nog wel een tijdje doorgaat. En dat het ook wel op een gegeven moment allemaal heel onopvallend in de zaken geïntegreerd zal zitten. Hè. Maar dat zal ongetwijfeld nog wel verder gaan. Interessant. Tot zover. Ik weet nog niet wat ik volgende keer ga doen. Deze die stond al lange tijd vast. Maar we gaan het zien. Title music is by Croatian artist Blasco and is published under Creative Commons. Disclaimer, everything in this podcast, including the accompanying material, as a principle, is basically all fiction, although elements of reality may have been incorporated. For social media, I'm on Mastodon. Just search at PA0ETE. Deze uitzending wordt opgedragen aan Jurgen van den Broek, voor altijd de Joker van België.